Ten eerste, Bram, hoe is het met je? Dat is een heel open vraag eigenlijk. Goed. Ik hoorde gisteren op de radio dat Vlamingen blijven altijd goed antwoorden op die vraag. Maar het klopt wel, het gaat wel goed. Nou, waar ik mee wil beginnen is, ik zag een interview van jou, volgens mij was dat met Dansende Beren. En daar zei je iets heel interessants, vond ik. Muziek geeft me veel voldoening, maar maakt me niet noodzakelijk gelukkig. Mm-hmm. Wanneer ben je begonnen, of wat was de aanzet voor jou om muziek te maken? En wanneer kwam je erachter dat het niet per se hetgeen was... wat pure euforie was of alleen maar leuk was? Ja, de nuance ligt er al in dat het wordt noodzakelijk of zo inderdaad. Dus nee. het kan mij wel gelukkig maken en het maakt mij ook vaak geluk. Maar niet noodzakelijkerwijs en niet altijd. En ik denk als je begint met muziek maken, dat je inderdaad begint van, of in mijn geval toch, op een manier die gewoon is omdat je het echt leuk vindt. Je drijfveer is vooral omdat je het leuk vindt om samen te spelen met vrienden, een band te hebben. En ik denk de interactie tussen elkaar en een band of zo, dat iets is dat heel leuk is in het begin. De voldoening van zelf iets te maken dat nog niet bestond voorheen, al dat soort zaken. Maar als het goed gaat en je slaagt erin om er een carrière uit op te bouwen, dan komen er ook andere dingen bij kijken. En dan... het is niet altijd leuk. Ik bedoel, het is... ik vind het een moeilijke... Het is een heel interessante vraag, vind ik. Misschien om even, oh sorry als ik je onderbreek, ga gewoon verder, maar om dan voor te borduren op dat woordje noodzaak, zeg maar. Wanneer wist je dat muziek maken, het creatieve proces voor jou een noodzaak was? En dat je dan zeg maar alles wat erbij kwam kijken kon accepteren omdat hetgeen dat je uit de muziek kan halen genoeg was? Of... Ik weet ook niet wat de noodzaak is. Ik zou dat misschien graag kunnen zeggen, maar ik weet het ook niet. Ik heb ook nog niet echt iets anders gedaan of iets anders geprobeerd, omdat ik tot nu toe nog geen behoefte had om iets anders te doen. Maar ik weet niet of het zo noodzakelijk is dat ik... laat ik het zo stellen. Ik denk in de context waarin ik leef, in onze samenleving en in het comfort van onze westerse samenleving, waarbij we ons geen zorgen moeten maken over levensnoodzakelijke dingen, dat binnen die context heb ik wel nood om muziek te maken. Dat is ook weer een belangrijke nuance. Ik weet niet of ik in alle soorten contexten die nood zou hebben. Ik heb gewoon in het leven dat ik nu leid, heb ik wel die nood om dat te doen. En ik heb ook ontdekt dat het iets is dat mij niet wil loslaten. Want ik heb het ook al proberen los te laten. Ik heb ook al fases gehad waarin dat ik... Mijn vorige album is van 2018, dat is best een lange tijd. Dus... En in die afgelopen 6 jaar heb ik het ook echt proberen loslaten, om verschillende redenen. En het komt wel terug aankloppen bij mij of zo. Het laat me niet los en er is wel iets in mij dat die noodzaak voelt. En ik denk toch dat het komt vanuit een soort zin. Niet per se zingeving, maar ik bedoel dan... goesting, gelijk wij zeggen in Vlaanderen, dat ik het toch ook wel graag doe. Wat misschien logisch lijkt als toeschouwer van buitenaf, maar dat is niet altijd per se zo. Maar ik heb wel ontdekt dat ik het toch ook wel echt heel graag doe.
hoe manifesteert dat zich in jou dan? Je zegt, nou, ik heb wel eens geprobeerd om er ook een beetje afzijdig van te blijven. Hoe manifesteert die drang dan? Is het gewoon de drang om een liedje te schrijven, om wat tekst op te schrijven, wat meer poëzie of zo? Hoe begint een liedje voor jou? Ik denk, dat is ook een moeilijke vraag om op te antwoorden. Ik denk dat ik het best kan uitleggen. Het is eigenlijk iets dat je gewoon doet zonder daarover na te denken. Het is bijna iets zoals dat ademhalen of zoiets is waar je niet over nadenkt. Je doet dat gewoon. Maar er zijn veel aspecten aan die ik wel heel bewust doe of waar ik wel over nadenk. Maar zoals bijvoorbeeld ermee stoppen of ermee ophouden is ook iets waar ik dan bewust over nadenk en dan wel bewust doe. Maar plots bevind je in een situatie waarin je terugkijkt en denkt, ah oei, ik heb de afgelopen 2 maanden dan toch weer nummers geschreven en veel aan de piano gezeten. En dus er was geen keuze of zo om dat te doen. Plots zijde weer aan het schrijven. En dus ik weet niet, het is iets heel onbewust of zo. Dat ik... Maar dat is dan wel leuk om te kijken met Everybody Knows. Ik weet niet of je dat nog echt bijstaat, maar wat was het soort van het eerste soort van vonkje dat begon, wat uiteindelijk op de plaat is beland, of dat het hele proces weer in werking stelde? Ja, er is inderdaad wel altijd zo die vonk die je nodig hebt, of er is altijd zoiets... voor mij is er altijd een soort... als ik aan een nieuw album begin, een soort leegte. En in die leegte gaat plots een deur open naar een andere wereld of zo. En daar heb ik wel nodig om een soort ingang in iets of zo. En er is altijd wel zo één nummer op een album die het eerste nummer is op het album die dan de hand geeft aan de rest van het album. En die dat heb ik altijd nodig wel om een soort van... een soort van een hernieuwde blik op wat je allemaal kunt doen, artistiek gezien dan. Zo. Ja, want het is interessant dat je dat zegt, want ik las ook iets over dat je wil wel altijd elk album wat anders doen en iets anders te vertellen hebben. Wat was dat voor jou met Everybody Knows? Want ik denk dat het schrijfproces een beetje begon in een vrij tumultuous periode. Hoe begon zeg maar dat eerste nummer? Was dat ook zeg maar Everybody Knows of was dat een ander nummer? De wereld heeft me altijd bezig gehouden. Okay. Als kind al. En ik bedoel dan de wereld in zijn passieve staat, maar ook in zijn actieve staat van ontwikkeling en dan specifiek ook de mens. Zelf en zijn interactie met elkaar en zijn interactie met de wereld. Ik probeer het heel algemeen te omschrijven, omdat zo groot... Allee, het is zoveel dat... Ja. Er is zoveel dat gebeurt en dat interessant is en dat mooi is of dat heel pijnlijk is of gruwelijk is. En, dus dat zijn allemaal dingen die me al heel lang bezighouden. Ja, concreet zou ik kunnen opsommen de ontwikkeling van het klimaat, conflicten, oorlog, hoe wij evolueren als samenleving, als mens, hoe technologie invloed heeft op onze evolutie. Dus dat zijn allemaal dingen die me al heel lang bezighouden. En ik denk dat ik nu pas het artistiek vocabulaire gevonden of zo, om daar iets mee te gaan doen. Ik vind het wel moeilijk of zo om daar om dat in een artistieke vorm te gieten of zo. Zonder dat je belerend overkomt of zonder dat je vingerwijzend of een beetje het is, ik wil ook geen
politiek pamflet schrijven of zo. Of ik wil, het blijft nog altijd muziek. Dat vind ik wel belangrijk om mij voor te houden. Dat nog altijd, ik maak muziek en dat is ook wat ik wil doen. Enfin, dat is de vorm of zo. Ja, ik kan me ook voorstellen, dus misschien, ik weet niet hoe jij hierover denkt, maar als we kijken naar Silent Days, dat was toch wel heel persoonlijk ook, waar dat vandaan kwam. En dan misschien als reactie daarop wat meer naar buiten kijken en wat meer beschouwend. Zit daar wat in? Of? Zeker, ja. Ik denk dat ik tot en met mijn vorige album heel hard heb geschreven vanuit mijn perspectief en vanuit mijn interactie met de wereld, met medemensen en zo. En ik denk dat ik het nu interessant vond, ook artistiek, want het is een beetje zo... Je probeert altijd wel iets op die manier te gebruiken dat het in functie is van je muziek. Ik vond het gewoon interessant ook om een keer vanuit een ander perspectief te schrijven. En vanuit de derde persoon. Heel veel nummers zijn vanuit de derde persoon geschreven. En hebben daardoor ook een minder veroordelend of minder oordelend karakter of zo. En zijn eerder een soort van unanieme spiegel of zo, die wordt voorgehouden. En dat vond ik een interessant... dat hield mij, dat standpunt of dat perspectief, hield mij om nummers te schrijven. Omdat het niet per se vanuit ik vind dat... Ja. Dat, maar eerder van op een heel observerende manier of zo. Dus misschien een hele flauwe vraag dan, maar welk nummer staat het verst weg van je in zekere zin? Welke heb je echt in de huid van een ander moeten kruipen in zekere zin? Wel, er zijn nummers die heel hard gaan over... De mate waarin we allemaal onderhevig zijn aan druk en stress van de samenleving waarin we leven. En ik dacht wel dat ik daar een beetje buiten stond. Dus ik dacht wel dat ik iemand was die er altijd in slaagde om een bepaalde rust of kalmte te bewaren in mijn leven. Ook al omdat ik niet in een traditioneel werksituatie zit, waarbij ik van 9 tot 5 naar een kantoorgebouw moet gaan ofzo. Maar dus vanuit dat standpunt zijn sommige teksten geschreven, om dan achteraf toch wel te zien dat ik daar eigenlijk ook heel hard onderhevig aan ben, want ook de muziekindustrie is onderhevig aan druk en prestatie en gaat gepaard met stress. Ja. Dus onrechtstreeks, ik weet niet, kostte het mij ook nooit echt veel moeite om mij in te leven in andere situaties, omdat ze op een of andere manier toch ook altijd de betrekking hadden op mijn eigen leven. Dus, of heel dichtbij, het leven van heel dichte vrienden of zo. Ja. Dus. Ja, dat vind ik wel interessant, want als we kijken naar de muziekindustrie, en het is een lastige industrie, denk ik. Als je dan nadenkt over die druk, is dat iets wat je jezelf oplegt, omdat je bepaalde doelen hebt die je wil bereiken? Of is dat ook meer zeg maar, de wereld omheen die bepaalde druk op jou legt? Ik denk dat alles is wat je net benoemd. Hè. Ik denk dat komt zowel van buitenaf als vanuit jezelf. En ik denk dan, artistiek gezien, komt het uiteraard volledig vanuit mezelf, want er is niemand die mij de druk oplegt om een album te maken, of laat staan een goed album te maken. Dus die artistieke druk komt zeker uit mezelf. Sorry dat ik onderbreek. Wat is die artistieke druk dan? Waar ben je naar op zoek? Of wat is zeg maar het ideaalplaatje waar je naartoe werkt? Ja, voor mij is het heel belangrijk om te evolueren en om een artistieke evolutie te
maken in mijn werk of zo. Ik zit aan mijn zesde album en ik vind het belangrijk om steeds beter te worden. In die zin, wat niet wil zeggen dat mijn huidige album het beste album is dat ik al gemaakt heb, maar ik vind het wel belangrijk om dat zelf te vinden op het moment dat ik dat album maak, dat het beste is wat ik kan. En dat gaat gepaard met de noodzaak aan vernieuwing. Is gewoon dat je altijd iets nieuws proberen. Zoals ik daarnet zei, die leegte en een nieuwe deur vinden. Je wilt altijd een nieuwe ruimte in gaan en zien wat er nog allemaal in u zit. Ik denk dat onlosmakelijk verbonden is met mens zijn, is dat er heel veel facetten in u zitten. Iedereen heeft dat in zich, daar ben ik 100% zeker van, dat je heel veel verschillende vormen hebt van jezelf zijn. En ik vind het gewoon heel interessant om dat allemaal uit te spitten en om dat op te zoeken. Mocht ik dat niet doen, dan zou ik niet doen wat, dan zou ik al lang gestopt zijn. Ik kan nooit twee keer hetzelfde album maken. En dat is voor mij een heel grote drijfveer om altijd verder te doen. En ik zal ook op een dag stoppen, de dag dat ik voel dat ik mezelf niet meer kan vernieuwen, want er zit ongetwijfeld een grens op. Ik geloof er ook niet in dat je eindeloos kunt blijven vernieuwen. Of dat zal dan misschien wel ten koste gaan van een aantal zaken. Laten we het dan puur over de muzikale... We zullen het over de tekst hebben, maar laten we het dan puur muzikaal houden. Welke rol speelt Koen in dat proces voor jou? Muzikaal Koen, vernieuwen en de texturen die je gebruikt. En... Koen Giezen, de producer, is inderdaad... als persoon misschien wel nog belangrijker in mijn leven dan als producer. Ik omschrijf Koen en... samen met zijn vriendin Ampère Lee als familie. Voelt ook echt als familie, dus meer dan vrienden bedoel ik. Zijn heel belangrijke mensen in mijn leven. In die zin heeft Koen sowieso een grote invloed op mijn leven. Hij reikt mij soms muziek aan die mij op zijn beurt dan weer inspireren. Twee muzikanten die hebben meegedaan op het album, Hendrik Lazure en Vitja Pauls, zijn ook aangereikt door Koen. Koen heeft wel een grote invloed op mijn ontwikkeling als mens en als artiest. Als we kijken naar het sonische landschap van deze plaat, is dat iets wat zichzelf soort van duidelijk maakt naarmate je eraan werkt? Of is dat iets waar je van tevoren over nadenkt en denkt van, oh, nu wil ik wat meer, wat kalme plaat? Ik weet, moet even kijken welk nummer dat ook weer was. Slow down, sorry. Ja. Dat zijn dingen die wel in het schrijfproces al ontstaan. Niet dat ik er zo hard over nadenk, maar er zijn... tijdens schrijven ontstaat er eigenlijk al heel veel van arrangement ook zelfs. En dynamieken van nummers en hoe... daarin bepaal ik wel heel veel. Maar om nu te zeggen dat ik daarover na... Ik denk eigenlijk niet zo vaak na tijdens het schrijven of zo. Het is iets dat ik heel intuïtief doe en dat ik ook veel belang in hecht dat iets intuïtief is. En mijn buikgevoel is iets waar ik heel hard naar luister. En als dat goed zit, dan blijf ik gewoon verder zoeken tot mijn buikgevoel zegt... dit is iets of... Is het moeilijk om door te hebben wanneer een nummer klaar is of wanneer je de juiste weg hebt gevonden voor een nummer? Nee. Of wij staat er vrij vanzelf? Ja, het is altijd heel duidelijk wanneer een nummer klaar is. Oké. Om opnieuw dat buikgevoel is heel belangrijk.
ik blijf gewoon verder sleutelen tot buikgevoel zegt van oké, okay, dit voelt af, dit voelt klaar. Okay. Ja. Van Slowdown heb ik opgeschreven, good is never good enough. En can't slow down so uptight. Wat voor jou was zeg maar de kern, of de soort van de, ja, het idee achter het nummer? Het is vanuit verschillende invalshoeken geschreven, maar iets wat er vooral in zit is... Het functioneren in een bedrijfswereld of zo, of functioneren in een wereld waarin gewerkt wordt. Ja. En ik denk dan vooral misschien aan bedrijven die dingen maken of aanbieden die niet zo super concreet zijn, zoals... marketingbedrijven of zo. Bedrijven waar veel gepraat wordt, misschien. Mm. Een soort van, waarin er weinig voeling is met het menselijke aspect of zo, of met de individu, het individuele geluk of zo van mensen, ja. Ja, ik heb greed ernaast gezet. Ik weet niet of dat een goede samenvatting is, maar ik hoorde ook een soort van hebberigheid in van een bepaalde zakenwereld. Van ja. Good is never good enough, een beetje van, dat kom ik best wel tegen in de wereld van, het moet altijd maar beter. En, ja. Er moet altijd een stijgende lijn in zitten, wat je ook doet, zeg maar. Ja, dat is ook zo. We leven in een wereld waarin we nog altijd... We leven altijd in de illusie dat ons leven nog veel beter kan, of zo. Terwijl, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat we misschien al in staat zijn om een heel goede harmonie te creëren tussen werken en leven. Ik denk dat we daar al geweest zijn, maar nog niet op de juiste manier. Maar ik denk dat alles voorhanden is om dat te faciliteren. Mm. En dat vind ik wel jammer dat we nog altijd denken dat het toch nog altijd veel beter kan. En die illusie van dat technologie ons leven zoveel beter kan en zal maken. Terwijl ik dan denk dat niet noodzakelijk zo is. Laat ik het anders vragen of iets specifieker maken. Ben je optimistisch over de huidige maatschappij of waar het naartoe gaat? Laat ik het zo stellen. Ik ben... Ik geloof heel hard wel in mijn medemens. Ik ben heel negatief over... wereldleiders en over CEO's. En als ik zie hoe dat wereldleiders omgaan met conflict in de wereld, oorlogssituaties en crisissituaties, dan stemt mij dat heel droevig en dan verlies ik soms ook wel eens de hoop. Maar als ik zie hoe dat mijn medemens daar niet mee akkoord gaat en hoe dat je ook wel ziet dat mensen op straat komen om hun kwaadheid te uiten en te tonen dat ze niet akkoord gaan met beslissingen die overheden maken en zo, dan stemt mij dat ook wel heel hoopvol. Ik geloof wel altijd in de kracht van de bevolking of zo, de gewone mensen, gelijk jij en ik, die deel uitmaken van de samenleving gewoon. Daar geloof ik heel hard in. Ik geloof heel hard in mijn buren, in de mensen, gewoon de mensen die we elke dag tegenkomen op straat. Daar geloof ik heel hard in. Dus in die zin ben ik wel heel hoopvol. Ja, want als laatste om af te ronden dan, ik denk
met het live spelen zie je die verbintenis tussen mensen, denk ik ook. En ik hoorde jullie net praten dat het publiek ook best breed is wanneer je optreedt, dat het van alle leeftijden is. Dus wat betekent zo'n live show voor jou? Is dat echt een soort van communal iets? Ja, ik vind dat is heel concreet, hè? Een concert waarbij je echt wel mensen in dezelfde ruimte hebt. Maar ik vind het maken van een album en dan zeker het schrijven van teksten, zo vind ik ook een vorm van verbinding. Want ik zou het niet doen als ik zeker wist dat niemand ooit zou luisteren naar mijn album. Ik schrijf echt wel met het idee dat mensen op zijn minst één iemand zal luisteren naar mijn album. Met dat idee schrijf ik wel, omdat het is voor mij wel een motor om te doen wat ik doe. Verbinding en connectie zoeken met mensen. Dat is wat je doet op café ook of zo. Gesprekken hebben, dialogen voeren, dingen bijleren. Jezelf iets over zeggen en dan iemand die daarop reageert, dat is wat het leven interessant maakt. En wat dus dat is voor mij, dat is alles voor mij. Alles wat ertussen zit, heel het aspect van succes en een carrière of zo, is nog een heel ander facet waar ik ook niet ongevoelig voor ben of zo, of waar ik in zekere mate ook wel. Ik weet niet, ik heb daar wel iets mee. Ik weet niet goed dat ik het moet verwoorden. Je kan er ook niet echt omheen, denk ik. Ik kan er niet omheen en er is ook wel iets in mij dat een deel van mijn ego haalt ook wel voldoening uit succes of zo. Ik zou liegen moest ik zeggen dat dat niet zo is. Maar het is wel nog altijd volledig ondergeschikt aan de basis, namelijk de interactie met luisteraars, mensen die... Dat is nog altijd de hoofdreden waarom ik alles doe. Vind ik een mooi einde. Bram, mag ik jou heel erg bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Dankjewel.